Oh, kut. Dan heb je die meme-lul. Besef waar ik vandaag achter ben gekomen, mensen. Je kent die sluipschutter-scènes toch wel van... Dat is neue Hitlerjugend, ein Berufungskapital. Ja, sorry schat, ik kan gewoon geen nee zeggen. Met die man en die vrouw op die bank, weet je, al typisch stel. Ik zou wel een keer een triootje willen. Die twee zijn dus echt met elkaar getrouwd. Dus al die scènes... Ik kan niet meer bewegen. Die hebben ze waarschijnlijk echt zelfs zo meegemaakt in een huwelijk of zo. Dit is echt... Dat ik hier nou al die jaren naar achter kon komen. Even computeren. Facturen, mailtjes, dan zijn ze maar de deur uit. Ah, nu snap ik wat Rob bedoelt met... Factureren. Mensen, ik speel FIFA. Dit is mijn account op dit moment. Dit is waar we zitten in de divisies. En we gaan in de divisie 1 op dit account. Fantastische, blijkbaar serie is dit. De vorige aflevering keken er niet echt veel mensen. Dit komt waarschijnlijk omdat alle minderjarige fangirls bij dit soort video's afhaken. Nou. Mooi. Nee. Wat trouwens niet mooi is, is dat je soms in het buitenland zit. En dan wil je de samenvatting van de Premier League kijken op het YouTube-kanaal van Ziggo. En dan kan dat niet, want die zijn geblokkeerd in het buitenland. Omdat je daar op de wifi zit. En daarom, mensen, moet je een VPN gebruiken. NordVPN is in fact wat je echt hard nodig hebt dan. Eigenlijk is een VPN'etje, dat zou gewoon in je standaard arsenaal van dingen moeten zitten die je hebt. Broodbeleg. Ontbijtkoek. Couscous. En... Ja, ik heb echt mijn best gedaan op deze edit. Kan wel nog iets anders laten zeggen als jullie dat ook nog leuk vinden. Houdbare poep. Waar je ter wereld ook zit, virtueel gezien kun je altijd thuis blijven. Maar je kan het ook andersom trekken. In deze tijden dat we misschien niet overal heen kunnen, kun je virtueel gezien de hele wereld over. Met 52 servers in 60 landen. Misschien weer wel naar Portugal. En daar de samenvatting van de lokale competitie kijken. Nou, wie wil dat nou niet? Ik heb geen idee of dat kan, maar je zou het kunnen checken. Check nu nordvpn.com/matty en krijg 70% off bij een tweejarige deal. En krijg ook nog eens 1 maand gratis extra erbij. Dit moet gewoon altijd in het pocketje zitten. Dus ik zou het wel weten. Link in de beschrijving. En dan gaat Ronnie Anders nu nog 1 leuk ding zeggen. Klikken. Op dit moment heb ik vooral op goal echt een verschrikkelijke keeper. En daarom is het tijd voor veranderingen, mensen. Ik presenteer jullie als nieuwe doelman van deze club. Pieter Post. Pieter Post. Met zijn handen verdient de kost. Met zijn rode ogen. Smokt die waterbomen. Het is... Ik wil snel klaarkomen. En verder staat dit me aan de rechterkant toch echt niet aan, het rode linkie. Dus helaas, vlugge Jaapie. You're out. Gewoon een Nederlandse rechtsachter is goed. Het maakt niet uit wie. Bakboord. Bakboord is toch de linkerkant van het schip? Hij staat rechts. Niemand liegt tegen mij. Deze grap zal hij vast ook nog nooit hebben gehoord in zijn leven. Boem, hij is binnen. Gullit, Feutus Gullit. Dat is ook lang geleden, zeg. Feutus Gully. Feutus Gully gaat er ook langs. Tweede paal, zou je zeggen. Koen soort last random screenshot van zijn story. Hoeveel die bekeken was. En er stond bovenaan dat Gully zijn story bekeken had. Oh, jawel, Gully hier. Mensen, bij 100.000 likes maken wij een nummer met Gully. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Jawel, Gully en Gullit. Samen, laat me lopen, laat me lopen en meenemen. En het moet hem zijn. Ja. Dat is de Gullit. Dat is de Gully, jongen. De Gully gaat er weer langs. Met een passeeractie. Ja, de Gully weer iemand voorbij. Ah, dat is niet goed, Gully. Nou, godverdomme nou. Daar is Bruin aan die linkerkant. Met zijn strom. Ja, Bruin. Blijf nou achter die bal. Blijf nou achter die bal, idioot. Dan gaat hij nog vlaggen ook. Het is toch niet zo moeilijk? Die goal die Sancho ooit maakte tegen Chelsea. Dat was hetzelfde. Liep Rashford continu buiten spel. Dan schoot hij die zelf maar in. Dat is toch hetzelfde? Oh jee, dit is niet de kopbal, de manier om hem weg te breken. Nee, Pieter, jongen, echt. Een volley van Henderson met links. Cavani. Oh, door de benen van Luc Brouwer. Cavani. Oh nee, dit is echt best wel ziek uitgespeeld. Goed zo, Bos. Ze noemen me Hugo, want ik bal. Elke rapper die compleet geen inspiratie meer heeft. Ondergetekend iemand die Matthias het Lam, doe mijn naam graag eer aan, heeft gezongen. Oh, Vincent, wat een versnelling. Nu is hij weg. Nee, want hij moet naar links. En dan kan je meegeven op Moussaba. Moussaba! Ja, daar is hij hoor. Moussaba! Ik heb geen idee wie dat is. Daar is hij weer. Bakboord aan stuurboordkant. Ja, en dan moet je hem eigenlijk meegeven. Nee. Een penalty! Ja, penalty! Dit lijkt me een kunstje voor Pieter Bos. Kut. Nu moet je rennen, jongen. Goed, Gully, jongen. Dat is een game-winning tackle. Met nog 3 minuten op de klok. En hij flikt het gewoon op Bakboord. En nou moet je inderdaad... Nou moet je rennen, jongen. Nu moet je rennen, jongen. Ja, nu in principe, als je het zo bekijkt, sta je wel op Bakboord. Omdat je verdediger bent en je bent een back die altijd in de aanval de bal verliest. Gered door de keeper. Nou, dit is een mooi moment om dit kutbetoog te stoppen. We staan nu op een vuurtje, want ik heb toch 2 keer achter elkaar gewonnen nu. En dat lijkt me weer een mooi moment om te gaan investeren en een nieuwe speler te gaan kopen voor ons team. Yes. Met zijn machines verdient de kost. Natuurlijk met de motorchemistry stijl erop, jawel.
Ik heb trouwens nog packs. Bevat 3 aanvallers. Wow, LV. Ik hoop echt dat ik een LV ga packen, man. Oh, een klein LV'tje. Ah, nog eens helemaal groot. Shit, man. Tete, ook al voor Brazilië gekozen. We verliezen al onze goede Nederlandse spelers, man. Het gaat echt niet goed met Nederlands voetbal. Het is een baas, een wereldwonder. Ik weet niet wat deze twee dit weekend hebben gedaan. Die ringen, die waren echt flink van de kaart. Kakkuts. Oh mijn god. Oh mijn. Als je dit weet te stelen, dan heb je echt de steal van het jaar. Oh, hij is normaal 18 waard. Dat is bijna 2 keer zoveel. 12. Fuck! Nou, dan doen we het zomaar. Als het echt niet anders kan. Brian Linssen, bekend als. The Inventor of Heading. Hij heeft er nog echt ook. Krachtige kombal. Nou, keurigheid kombal 94. 96 springen. Dit is echt godnom die een goede kaart, jongen. Als ik hem nou de bewaker chemistry stijl geef, trouwens. Dan vliegt ze nauwkeurigheid kombal en ze springen naar 99. Oh god. Zou dit een starter team zijn? Nee, ik denk het niet. Nou, bedankt. Kunnen we breed leggen op die Inventor of Heading. Oh! Wat een arrogantie, zeg. Wat was dat voor schot? Dit gaat niet een hele moeilijke middag worden, denk ik. En doet hij weer zo. Maar dan lijkt me dat hij zo schiet zo. Misschien stinkt die keeper heel erg. Dat zou best kunnen. Come on! Ah, bedankt. Oh! Oh jee, Berisha is door. Kijk, keeper komt. Keeper. Pieter. Oh, met zijn poes. 2-2. Hoe de fuck komt die centerback daar? Ah, daar zie je hem vrij staan. En dan weet je het. Boom! Lord Linssen met zijn hat-trick. Zo. Lord Linssen, jawel, dames en heren. Goed, tijd voor weer een nieuwe aankoop. En ik denk dat ik deze man best goed zou kunnen gebruiken. Lars Kramer halen we uit de basis dan. Lars Kramer. Ik weet overigens niet of het familie is van Mars Kramer. Maar ja, die zijn ook failliet toch? Vandaar dat hij weer een beetje moet bijbeunen. Bro, hoeveel dagen garantie heb ik op dit ding? Gebruik hem 1 keer, hij is nu al stuk. Niet goed geld terug, man. Leuk. Laten we gaan voor die echte kwaliteit deze keer. Nieuwe meneer Proper vloeibare gel. De hele buurt zal jaloers zijn. Staring, goed. Dat gaat dicht tegen Mbappé. Wie is de boss, hè? Dat is de keeper. Ja! Ja! En we zien de penalty! Oei! Dat wilde ik echt totaal niet doen. Zo! Net buiten spel of net niet? Linssen! Oh, wat is hij goed zeg! Ah, scheid man! Cavani, daar is hij! Hey, waarom staat daar niemand? Hallo! Hoi! Ja, dat is buitenspel. Dat is geen buitenspel. En we verliezen hem. Nee, het is 2-2. En we hebben ook nog wel 10 minuten om het goed te maken. Kom op! Nee, niet Cavani. Hij maakt hands. Lekker gullen, jongen. Oh ja, dit is kut. Gaat hij weer kappen? Dat wist ik. Ik wist dat hij ging kappen. Goed. De man. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Mooie redding, Pieter. Dank je. Dat scheelde niks. Linssen ertussen. Nee, niet Vida! Wie had nou gezegd dat hij lelijk was? Die had er wel kijk op, maar dat is wel een beetje raar om te zeggen over de voetballer. Maar ik heb wel goede genukt. Die was best lekker. Ai, deze overwinning had me al in divisie 9 kunnen brengen, hè? Weet je waar het net fout ging? Mijn verdediging stond te hoog. En daardoor kwam er heel veel ruimte achter de verdediging voor hem om toe te slaan. Je zag meteen dat dat fout zat. Dus ik heb iets in de verdediging nodig wat lager staat, weet je wel? Ja, leuk. Misschien kun je af en toe even lachen, omdat het is een beetje zielig aan het worden. Oké, dit is een team wat klopt. Dream team wil ik het niet noemen, maar... Ken je dat filmpje dat Dirk uitzegt? Het hart van Liverpool klopt letterlijk niet. Ja, in mijn optiek klopt het hart van Liverpool op dit moment letterlijk niet. In het Engels is hij overigens net iets minder sterk. The heart of Liverpool actually is not beating anymore. So it's very difficult for him. And he's managing to get... Is dit hem dan? Ja, hallo, dit kan niet. Ja, wat staat die laag in zijn eigen 16 te verdedigen, maar hij doet het gewoon hoor. Weet je waar ik van de week ook achter ben gekomen, naast het feit van die, weet je wel? Dat, kennen jullie het Guinness World Book of Records? Baileys, dat is een lekker drankje. Daarover gesproken, over Ierse dranken. Het Guinness World Book of Records, die naam komt dus van dat bier. Dat is dus, daar komt het vandaan, daar is het dus van. Dat heb ik dus nooit geweten, ik dacht altijd dat het gewoon toeval was. Nu weet ik dus eindelijk waar het ogenschijnlijk overbodige woord Guinness vandaan komt. Maar dat is dus marketing, maar ik denk niet dat het heel veel invloed heeft. Van die dingen waarom je denkt, ja waarom is het aan elkaar gelinkt, dat is die... Kak. Oh ja, dat is een shotje. Ja. Neem er nog 5 en je weet wat er gebeurt. Het is 4:30. Ja, hier is Gully. Oh, Jansen? Oh! Nee, stop ermee. Hier is Gully. Nee, niet op Tieleman. Ik heb erover nagedacht en ik ga het niet doen.
Oh, dat vind ik zo'n kippenvulletje. Oh, jongens. Oh. Oh. Waarom lijkt het alsof ze McDonald's tune nadoet? Die guy die er ook bij zit en zegt... Oh joh, echt kippenvel. Oh joh, echt kippenvel. Je krijgt van 3 liedjes kippenvel. Dat zijn Zie de maan schijnt door de bomen. Boef hosselen. Oh, Lord Linsen, dit is zo goed. Hey, fantastisch hoor. Oh, geniaal. Sorry, zo moest ik meer doen. Droomman. Naar het linkerpootje. Oh, de Lord! De hele buurt zal jaloers zijn. Nog eentje, nog één overwinning en zitten we in de visie 9. En dan één keer door. Op Brouwers. Oh mijn god, hoe gaat die er dan in, jongen? Backboard. Proper. Dirkie, jongen, let's go! Daar is hij ook weer, hoor. De hele buurt zal... Oh mijn god, dat was de eerste kopbal van deze video voor een Linse. Ja, ja. Ja, hier is Gully. Ja! Nee, nee! Spel, man! De Lord, de Lord. What the fuck is... Bernard, oh, 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 fuck. Het stroopmannetje, het stroopmannetje. Oh mijn god, hij doet het gewoon. Oh, wat een pure paniek in mijn hoofd. Geen idee wie het is. Bernardo Silva. Nee, ik haat me aan een... Pieter, jongen. Pieter, wat zouden we toch zonder jou moeten? Dit fluitje is geweldig. Kijk. Ja, daar is het laatste fluitsignaal. En dat is hem dan. Divisie 9. Dit is geweldig. Dat was hem weer. FIFA Fridays aflevering 102. Sorry.